Like de video sneller dan dat ik 3 keer Roblox zeg. Dat was 1 keer Roblox, 2 keer Roblox. Met taco saus! Wat? In dit spel moet je je Roblox lichaam vinden. Dit ziet er zo grappig uit. Oh, wacht eens even. Dat is mijn arm. Ik heb mijn arm. Maar dat is niet genoeg. Dus we kijken hier in het bos en dat is mijn been. Nice! En we hebben hier ook een arm, maar die is niet van mij. Maar ik ga hem wel meenemen. Nu heb ik iemand anders een arm. En in deze tent niks. Oké, we gaan naar deze kleine camping toe. Oh, we hebben een been gevonden, maar ook die is eigenlijk niet van mij. Nee, ik wil mijn eigen been weer terug. En hier loopt een meisje die bijna klaar is. Oeh, wacht even. Wat zie ik hier? Ik heb een arm gevonden. Nu heb ik 2 armen die niet van mij zijn. Wacht eens even. Wat zie ik daar in de verte? Is dat wat ik denk dat het is? Mijn watermeloen shirt. 3, 2, 1. Let's go. Oké, ik ben dus eigenlijk alleen nog een arm en een been van mezelf kwijt. Tenminste, ik heb de arm van iemand anders gestolen. Vandaar dat ik dat eigenlijk niet vind tellen. Maar wat is dit? X-ray. Ah, wacht. Ik snap het al. Als ik nu in de buurt ben van iets wat van mij is, dan geeft het licht. Dus wacht even. Ah, kijk, perfect. We hebben mijn been. Dus nu alleen nog mijn arm. En oh my gosh. Volgens mij heeft iemand die gestolen. Momentje hoor. Ik zie daar namelijk verderop iets schijnen. En dat is mijn arm. Dat meisje heeft mijn arm. Oké, hopelijk pakt ze deze nu, want dan kan ik die... Nee. Kom op, geef mij mijn arm terug. Kijk dan, ze heeft letterlijk mijn arm gestolen. Maar die kan ik alleen terugkrijgen als zij die arm nu inruilt voor iets anders. Dus we moeten de hele tijd achter haar aanlopen. Dit is zo raar. Ik ren letterlijk achter iemand aan die mijn arm heeft gestolen. Oké, wacht. Misschien heb ik een idee. Ik heb er iets bij gekocht waarmee ik, als het goed is, een speler kan aanvallen. En nu kan ik, als het goed is, kom op nou, mijn arm stelen. Ja, kom op. Ik heb mijn arm. Het is gelukt. Ik ben weer compleet. En als het goed is, wanneer ik dan naar het midden van de map loop... Zij is net begonnen waarschijnlijk. Als ik dan nu hier naartoe loop, krijg ik 1 punt. Maar moet ik wel weer opnieuw beginnen. Oké, ik ga kijken of ik het nu sneller kan. Want ik heb die X-ray aanstaan. Dus ik zie nu al dat hier in deze tent mijn arm ligt. Oké, en ik ben natuurlijk ook best wel snel. Dus als ik via deze tent de boom op ga, heb ik hier mijn been. En dat is nog steeds niet alles. Want daar, oh, ik moet snel zijn voordat iemand hem meeneemt, heb ik mijn tweede arm. Dit ziet er zo raar uit. Ik lijk wel onzichtbaar. Oeh, dit meisje is ook al best wel ver. Volgens mij zie ik daar verderop wat. En ik denk dat het mijn buik is. Oh, dat is perfect. Hier ook. Overheen. 3, 2, 1. Nice! Alleen nog maar 1 been. Ben je serieus? 3, 2, 1. En ik ben weer compleet. Oké, ik moet zeggen, we hebben een beetje vals gespeeld. Een beetje heel erg. Maar we krijgen weer 1 punt. Maar nu wil ik het anders gaan doen. Ik wil alleen maar dingen meenemen die niet van mij zijn. Dus kijk, in deze tent hebben we mijn been. Maar ik neem expres deze hier mee. Oh, dit is zo raar. Oké, en wat hebben we daar ginds? Oh, hier ook weer. Dat is mijn arm. Maar ik neem een ander been mee. Kunnen we deze meenemen? Oh, dit is perfect. Ik heb alleen nog 2 armen nodig. En ik heb een manier om dat te doen. Ik ga gewoon naar een speler toe. En ik steel die persoon zijn arm. Ja, je hoort het goed. Hier doe ik hetzelfde. Even zien. Ik wil jouw arm. Oh, dat was de verkeerde arm. Oeh, wacht. Ik zie daar iemand. Oké, we gaan er naartoe. 3, 2, 1. Kablam. En nu nemen we de arm mee. Oh, dat was hier de verkeerde. Ik heb een linkerarm nodig. Is dit hier een linkerarm? Oeh, wacht. Volgens mij. Ja, het is gelukt. Dus nu ben ik compleet. Alleen ik lijk niet op mezelf. Dit spel. In dit spel moet ik dingen schoonmaken. En we beginnen met deze soort van trap. Oh my gosh. Dit gaat super lang duren. Hier kunnen we ons geld ophalen. Hier kunnen we onze tank met water vullen. Maar ik denk dat ik het al snap. Ik heb het idee dat we kunnen upgraden. Wat is dit allemaal? Ik bedoel, we kopen gelijk de beste. Moet je deze zien? Oké, we gaan kijken of dat werkt. Dat gaat zoveel malen sneller. Alleen ons water is dan ook binnen no time op. Ik kan het wel elke keer vullen, maar ik kan ook dit kopen. Nu heb ik voor 1/2 uur lang net zoveel water als ik zelf wil. Oké, de trap is bijna schoon. En nu denk je misschien, Job, een trap schoonmaken. Oh, is dat alles? Nee, zeker niet. Want de trap is schoon. Maar nu is het tijd voor de vloer. Oké, de vloer wordt gebouwd. En zoals je kunt zien, de vloer is alles behalve schoon. Wat is dit? De vloer is alles behalve schoon. Dus ik ben het nu schoon aan het maken. Waarom is dit zo satisfying? Maar er moet toch een manier zijn om dit nog sneller te laten gaan. We kunnen dus pas een nieuw gedeelte van het huis kopen wanneer het gedeelte waar we mee bezig zijn spik en span is. Helemaal schoon dus. Oh, dit is ook best wel nice. Op deze manier lijkt het letterlijk alsof ik het doe. Job die schoonmaakt, dat heb je nog nooit gezien. Oh, maar dit is nice. Kijk, hier kunnen we ons geld meenemen. En er zijn auto's. Je hoeft iets niet helemaal schoon te maken. Zolang het merendeel schoon is, dan unlock je de volgende knop. Oké, volgens mij zijn we er bijna. Nog een paar plekjes. Ja, dit begint erop te lijken. Oh, we zijn er nu echt bijna. Hier nog een beetje. En dan in deze hoek is het nog wat vies. En nu officieel het allerlaatste stukje. 3, 2, 1. Oh, nice. En als we op deze knop gaan staan, dan krijgen we de muren van het huis. En oh my gosh, die zien er niet zo best uit. Maar die zijn wel een stukje makkelijker schoon te maken. Oké, het eerste gedeelte is schoon. Het heeft natuurlijk ook nog een achterkant, maar dat doe ik zo meteen wel. Dit is eigenlijk best wel raar. We spelen letterlijk een spel waarin we schoonmaken. Kan je dat dan niet beter... Oh, de achterkant is al schoon. Kan je dat dan niet beter in het echt doen, Job? In Roblox is dat leuker.
Oké, we zijn er bijna. Alleen een beetje zo de zijkanten nog. Het laatste stukje. Nice. Oké, dan hebben we hier waarschijnlijk de volgende muur. Ik heb geen idee wat dit is. Maar volgens mij gaat het schoonmaken nu nog sneller. Ik kan dit letterlijk met mijn ogen dicht. Maar dat waarschijnlijk omdat het Roblox is. In het echt is het niet zo makkelijk. Wauw, we hebben dit nu eigenlijk al bijna schoon. Het laatste stukje. De volgende muur. Het begint al meer op een huis te lijken. Zou ik op één plek kunnen stilstaan, maar alsnog dit helemaal kunnen schoon krijgen? Ik ga het proberen. Ik bedoel, ik beweeg niet. Ik maak alleen maar schoon. Nou, op zich, je komt echt wel een heel eind. Alleen die zijkanten kun je dan niet doen. Kijk maar, die zitten hier zo een beetje verstopt. En dat is het vervelendste, want dat kost ook het meeste tijd. Oeh, we kunnen nu zelf kiezen wat we willen doen. Een teleporter? Ah, wacht. Dit is een obby. En als we deze obby halen, maken we voor een paar minuten lang 2 keer zo snel schoon. Oké, dat klinkt heel makkelijk, maar waarschijnlijk maken ze het extra lastig. Je had namelijk een makkelijke, een gemiddelde en een moeilijke obby. En wij spelen gelijk de moeilijkste. Oké, oh, dude, dit is inderdaad niet easy, maar ik doe mijn best. Come on, hier overheen. Stel voor, je zou dit in het echt moeten doen. Gewoon als je iets wil schoonmaken, dat je gewoon over lava en lasers moet springen. Ja, ik zou dat liever niet willen. Oké, come on, klein stukje nog. Oh man, zijn we nog steeds niet klaar? Dit is echt lastig. Oh, volgens mij. Nice! Kijk, en nu laten we eerst dit doen. Kunnen we dus meerdere dingen plaatsen. Wat ramen. Kijk, ik heb wat geld nodig. Dus dat halen we erbij. Oh, moet je die ramen zien? Dat is Robux. Ik bedoel die ramen. Dit gaat zo satisfying zijn. Oh, dat is zo nice. Kijk dan. Dat doe ik. Ik maak schoon. Oké, we kunnen weer door de ramen heen kijken. Dat is fijn. En ons huis begint echt al vorm aan te nemen. Oké, hier weer een raam. Zal wel vies zijn. Is niet erg. Hier. Oh, het raam is... Nee, het raam is niet schoon. Wow, kom op. We beginnen boven. Gaan rustig naar beneden. En in 3, 2... Ik hoef het niet eens af te tellen. Oeh, wacht even. Dit was ik bijna vergeten. Dat is niet netjes. Kijk, dat is beter. Oké, dan gaan we nu een trap plaatsen. Zeg maar alsjeblieft dat hier wel schoon is. Volgens mij niet. Oh, dat is een schone trap. Oh, nee, dat is geen schone trap. Ik zal je laten zien wat schoon is. Oh, dit is zo satisfying. We lopen letterlijk naar boven terwijl we schoonmaken. Ik voel me letterlijk een superheld. Ik bedoel, ja, Spider-Man die kan door gebouwen heen vliegen en ik maak trappen schoon. Maar toch, ik voel me een superheld. Oké, volgens mij hebben we hier nu ook zo'n beetje alles weer schoongemaakt. Dan hebben we het middelste gedeelte nog. Oh, dat is veel beter zo. Ik had niet verwacht dat ik een schoonmaakspel leuk zou vinden. En we kunnen een open haard plaatsen, staat er. Dat is deze rode knop hier. Oké, volgens mij is de open haard wel schoon, toch? Oh, zelfs de open haard is vies. Maar dat zou niet zo heel moeilijk moeten zijn, want dat is best wel klein. Kijk, en schoon. Oh man, ze zijn echt heel specifiek in dit spel. Het is echt de bedoeling dat je elk hoekje schoonmaakt. Wat op zich wel logisch is. Oké, een lamp. Hier nog een lamp. Hier nog een boekenkast. Ik heb geen idee wat dit allemaal gaan zijn. Oh, ik heb geen geld meer. Ach ja, dan druk ik gewoon op deze knop. En dan heb ik er weer wat bij gekregen. Oké, dit is wel chill. Oh nee, dit is zelfs vies. Oh, ik zit nu in een super vieze stoel. Nee, wacht. Volgens mij hebben we dat echt binnen no time schoongemaakt. Ja, kijk, dat is veel beter. Deze stoelen moeten niet groen zijn. Ze zijn niet van Shrek. Oh, zelfs de boekenkasten zijn vies. En de lamp. Oh man, dit is niet leuk meer. Tenminste, het is wel leuk. Maar hier krijgen we een tapijt. En ik heb daar een slecht gevoel bij. Oh, kijk hoe vies. Oké, alleen deze nog. En we beginnen hier rustig in de hoek. En dan gaan we mooi naar boven. Tada! Volgens mij is het de bedoeling dat we hier van alles plaatsen. En ook dat is allemaal weer vies. Vieze tafel en stoel. Ugh. Like voor een deel 2. Maar omdat ik zoveel heb schoongemaakt, vind ik dat ik een beloning verdien. De lava lucky block. Of wat dacht je van deze? Wat zit erin? Ik heb een drankje gekregen. En nu ben ik paars en snel. En dat is niet het enige. Ik heb ook een zwaard en een vliegend tapijt. Dus nu kan ik naar een andere speler toe. Zoals bijvoorbeeld deze. Oh nee, het is een battle en hij valt. Heb ik dan gewonnen? Telt dat? Jullie zijn de jury, laat het weten. Abonneer voor meer en adios.